uit aan de ra... De eerste! Woehoe! De eerste trein! Tijdens de coronacrisis! En toen dacht ik van rechts, voor is het wel een dat het volgens mij goed afgaat. Die bellen zijn niet eens harder. Ja? Ik stuur het rechts nog niet van. Kom je nog echt niet van? Vandaag nog. Is er. Rechts naar Riva toch? Ja. Ja, ik zie hem al. Trek hem. Oh yeah. Het is wel warm man. Holy damn. Dit geeft zo'n kick nu, hè. Wow, what the heck. De eerste. Die geluiden zijn zo fucking bad. Sorry jongens voor de andere locatie, maar er is niet helemaal iemand aan het gras, maar dus we moeten het helemaal weer doen. Dit geeft ook eigenlijk wel een mooi shot. Dit geeft ook wel een mooi shot. Verom jongens. En die raas hier voorbij. Letterlijk en figuurlijk. Hier moet je denk ik in zo'n lange weg. Nou, en dan je vrijdag weer en zondag weer. Koren, ze gaat wat toeteren. Dit helaas duurt niet met een mooi shot. Ik vind van zes stukken gewoon na te zitten in de kamer. Ja, dag. Ik heb de camera gewoon echt op het nippertje nog aangekregen. Op het nippertje. Nu alweer, hier met een barst los. Dat is het. Als het nu een goeder is, hè. Nee, firm. Tuurlijk gaat het als het geen goeder is. Natuurlijk niet, waarom dan als überhaupt een goeder geven? Yo! Yo! Held. Ik heb pas een stuk aan gewoon na de ra. Dag. Even stil, denk ik. Stil. Ra! Weet ik niet. Nee, die rijden hier nooit. Het is of we hebben of we even of goederen. Het zag eruit als een lok, dus het moet echt een goederen zijn. Alsjeblieft. En schun ons deze kans. Ja. Ik denk inderdaad ook goederen. Duurt wel lang. Jezus. Als het lang duurt, kunnen we niet aan het snel aan de goederen. Jij is toch eigen goederen ook? Ja. Dat meen je? Kijk naar de andere kant. Daar komt ie. Serieus, je meent eens? Maar hij wel goederen. Jezus, die is kort. Dat is gewoon een random lokje. Wat is dit? Wat gek! Haha, weg tijd? Nee, maar weet je hoe lang we niks al hebben gehad? Ik ga even niet. Het zou links moeten zijn. Ik zie links niks. Ja, links firm! Lach ik al. Oh, haha, ik denk dat ik ga boeken met die hap. Ik heb een visstak en niet geboren. Daar. Wat ik helemaal nog wat kwam. Maar helaas natuurlijk niet. Ra. Dat zou Riva moeten zijn. Maar ja, Riva ben ik ook weer niet. Want Verum was dat geweest. Dus dan gok ik Verum rechts. Als dit een goeder is, hè. Arriba! Oké, sorry. Wat zou ik straks moeten doen? Alweer dubbel! Alle Arribas tot nu toe zijn gewoon echt dubbel geboekt. Ik snap niet waarom. Maar ja, het is nu eenmaal zo. Ben ik weer maar of het goed afgaat. Ja, alweer dubbel!
Die was dubbel trouwens. Jemes. Snap het niet, maar ja. Hier, bam. Ik zag eerst met de verf. Ik boekt weer. En ra. De zus, dus dat zit er allemaal door. Het was even iets van oud met de stijl of zo. Het was echt iets van oud met de stijl. Maar nu begint het weer te boeken voor mijn leven. Zet ik nu hem uitzetten, oh mijn god. Ja, dat was de verm. Ik snap niet waarom de verms niet aan elkaar zijn en Arima wel, maar ja, de logica van mensen is sowieso onbegrijpelijk. Pak ze daar eens over denkt! Arima! Ik heb het altijd niet gemorst als de eerste die aan elkaar was. En dan was je niet eens dat de deur even open, even frisse leuk waarschijnlijk. Arriva! Nou, kom maar, Riva. Oh, links, verm! Dit was onverwachts. Ik ben verstaan, niet gemoed. Nou, Riva waarschijnlijk. Oh, mijn god, zijn we de eerste dubbeltractie al gelijk binnen? Dus, dubbeltractie. De eerste van de opa alweer dubbel, hoe dan? Losbarsten hier, holy damn. Nou, dus ver om rechts, die rijdt super langzaam vanwege die Arriva van net vanwege die dubbeltractie. Komt ver om links en die. Het gaat lekker hard. Maar dan kwam daarna een Arriva van rechts. En toen zag ik alweer gelijk een andere verm van rechts. Dus die rijdt heel erg dan. Nee, dan rijdt hij wel heel erg langzaam, die verm. Je moet lekker heel erg langzaam rijden. Die gaat heel langzaam rijden. Die rijdt super langzaam hoor, weet ik 100%. Ja, het is de verm, jongens. Dat zou je misschien niet zeggen, maar. Hij moet uiteraard langzaam rijden vanwege de Arriva, die is net vertrokken uit Tjosteren. Dus daarom daar rijdt hij ver en langzaam. Dus ja, hè. Ik dacht heel dat ik een trein Arriva van links zag. Nee, natuurlijk niet. Ik wou zeggen, was hem heel erg gek. Nou, kom, Verm! Nee, Verm! Hoe vaak is dat zojuist goederen? Verm! Het was sowieso de verm, dat kan niet anders. Wat? Ik zei toch verm? Kom, verm! Hier kan mijn benen, ik wil krabben. Ik hoor hem! Wat zeggen ze nu weer? Nee, wat ga ik zeggen? Word ik gek. Het worden wel lange filmpjes, man. Holy damn. Ik wil ook wel goed zien wat ik kan filmen. Dat is mijn voordeel. Ja. Haha. Qua tijd wordt het 12 minuten over. Jemig. Denk links. Geen idee waarom. Ja, links. Ik denk dat het nu gaat losbarsten. Ja, die boekt hem. Oké. Ik heb mijn zuster krijgen, mooi.
kon zijn dat er nog wat kwam. Bam, rechts ver hem, doei! Ra! En vlieg daar dan van een boekte. Neem even een boeking moment. Dat betekent, je hebt zeg maar stilte en boeking. En waarschijnlijk een rivertje om het hoekje. Oh ja, van mijn boeking. Tijdens mijn boeking. Inderdaad, Arriva. Precies als gepland. Oh jee. Alweer dubbel. Tot nu toe zijn letterlijk de Arriva's de enige trein die het meest dubbel zijn. Komt ie hoor. Waarom zijn die Arriva's zo vaak dubbel? Ik snap er geen reet van, maar ja. Nou, waarschijnlijk Arriva of firm rechts nu. Dat is gevaarlijk, mag helemaal niet. Ra, ik wou net zeggen, overgang 6 sluit. Ga je omlaag of doet de volgende zin elkaar? Ra! Nu zijn we even klaar met de schermpjes. Nu zijn we even klaar met opnemen de compilaties. Nu gaan we gewoon lekker in real life trainen filmen. Nu weer op de schermpjes. Hoppakee, even 60 graden. Het is 28 graden. Ik heb het uiteraard super warm, maar op de camera ziet het er waarschijnlijk echt uit als weet ik veel. Weet ik veel warm. Ik weet niet, maar op de camera ziet het er echt uit als het zo'n 20 graden. Maar ik ga het. Het is echt 28. Op de kamer ziet het niet zo uit. Nou, hier van rechts. Waarschijnlijk weer dubbel. Het wordt zo lang voordat hij komt. Ik hoor hem alweer. Verder weer dubbel. Alweer dubbel, Jezus. Alweer dubbel, oh mijn god. Ik kan nog op het nieuwtje wat ik aan het filmen ben. Dat is mooi. Ra, bam. Wat? Ja, ferm. Ferm de dubbeltractie van vandaag. Ja, wist ik niet van elkaar. Vloog iets op me af ofzo. Ja, waar is het ding? Ik dacht al, gaan we nog geen trein krijgen? En pap, zie je al een trein? Links. Ja, serieus? Oké, mijn vader zegt links, on the track. Ja, links. Ferm. Onze grote vrienden. Ik denk dat ik nu ga boeken voor mijn leven. Oh, meen je dat? Een dubbeltractie, nummer 3? We gaan omhoog!
ferms. Haha, jee, meg. Dikke motor. Oh, damn. Ja, nou, ik was net een filmpje maken van het strand en toen kwam waarschijnlijk alweer de Arriva. Oh, daar komt ook alweer een tractor. Jeemig, hoeveel tractors komen hier? Ik denk geen goederen. Arriva. Ja, Arriva is aan de beurt. Ja, inderdaad. Ik zat heel veel verschillende rippers. Inderdaad, Arriva. We sluiten het heel mooi af. Alweer dubbel. Wauw, ik kon het ook weten. Ik kon het weten dat het weer dubbel was. Laatste waarschijnlijk. We hebben meer opnames dan we eigenlijk verwachten. Dus hey. Wat ben je? Dubbel. Wat? Waarom? Omdat mensen meer ruimte in de tijd. Oh ja, dat was slim. Slim NS. Ja, ik dacht dat de vorige trein de laatste was. Maar nee joh, dit is de laatste. Ik vroeg net nog aan papa, ja, mag je deze Arriva nog even filmen? Ik vroeg net nog aan papa, ja, mag deze Arriva nog filmen? En ik mag het gelukkig. Tegenover was een jongen praat en die moeten wachten. Dat snap ik ook niet. Ja, er staat gewoon overtuigd te wachten door de voetbal. Dan komen ze via eigen veiligheid. En toch gaan we soms gaan er toch mensen er nog onderdoor. Dat heb ik vandaag ook al een paar keer vastgelegd. Maar gelukkig nog zien dat ik aan het filmen. Nou, rechts in Riva, jongens. Laatste trein. Ik hoor hem. Helaas geen goederen, wel verwacht. Maar hey, kan je dat dag weer zijn? Die is weer dubbel, werden. Ja, alweer dubbel. Ik vroeg in de papa, waarom zijn al die rippen dubbel? Maar dat doen ze, dat als meer mensen uit de kaart komen. Die doen ook aan corona.